De firma Degels is gegroeid uit de recyclage vanuit de familie Degels die na de Wereldoorlog 1 eigenlijk begonnen is hier in Ieper. Het bedrijf zelf, zoals het nu in zijn functie is, dat is hier 30 jaar geleden opgestart door mijn man en mijn schoonouders. Mijn schoonvader is ondertussen overleden, mijn schoonmoeder is eruit gestapt en ik ben er eigenlijk ingerold, zowel dat de bedoeling niet was. Wat mij opviel, dat ik meestal als ik op een vergadering kwam, bijvoorbeeld van de sectorfederatie, was ik daar één of twee of drie van de vrouwen. Kwam ik hier in een netwerk, was dat eigenlijk ook een beetje zo. Dus de vrouwen waren hier niet zo visibel, waarmee ik niet zeg dat ze niet ondernemen. Maar ik heb ook gemerkt dat mensen, als je echt wel doet wat je zegt en zegt wat je doet, dat je op die manier toch wel een soort krediet krijgt om toch wel een en ander te kunnen gaan realiseren. Mijn grootste sterkte zit erin van als ik het niet graag doe en ik wil hier op een correcte, goede manier eigenlijk terug uit het bedrijf gaan, dacht ik van ik ga alles monitoren, ik ga alles bijhouden, zodanig dat als er iemand mijn stoel moet komen innemen, dat het bedrijf verder kan. Dat vind ik heel belangrijk. En dat net, dat misbaar maken, maakt mij vandaag als onderneemster zeer sterk, omdat ik ook eens uit het bedrijf kan gaan voor een seminarie te volgen, voor een les te volgen, omdat ik weet dat het bedrijf kan lopen en dat daarheen zo van die hoopjes op je bureau terechtkomen. En dat maakt dat ik als onderneemster kan werken aan mijn onderneming in plaats van ook in mijn onderneming. Ik zelf zou eigenlijk heel graag mijn grote droom eindelijk verwezenlijken. En dat is eigenlijk mensen samenbrengen om een kunstwerk te maken met materialen dat ze hier op één dag vinden. Dus samen met een kunstenaar en met een coaching zou dat moeten lukken. Dat is mijn grote ambitie voor 2018.